Yo kijkers van het Vakenhof kanaal, Lars hier. Welkom bij de allereerste aflevering van Kingdoms & Castles. En jongens, smash meteen eventjes die like op deze video. Laten we met z'n allen de 2000 weer aan gaan tikken. Dan gaan wij met z'n allen proberen om een groot en machtig koninkrijk op te bouwen. En dat kan natuurlijk alleen maar met jullie hulp. Als jullie tips voor mij hebben, laat ze achter in de reacties. Ik heb werkelijk waar geen idee wat we moeten doen in deze game. Ik weet dat we een kingdom moeten bouwen, maar wat we er verder mee moeten doen, geen idee. Hoop ik met jullie hulp achter te komen. En we moeten natuurlijk allereerst, voordat we de kingdom kunnen oprichten, besluiten in welke regio we onze kingdom willen gaan beginnen. We kunnen namelijk beginnen in Paxlon. Dat is eigenlijk gewoon een soort van vredesland. Dat is hartstikke vriendelijk. Er zijn geen invaders. Hele lange zomers die hartstikke lekker zijn. Ik denk eigenlijk dat we naar Summern moeten gaan. Dat is easy. Maar dan hebben we nog wel af en toe dat we aangevallen kunnen worden. En ja, dat vind ik natuurlijk ook wel leuk, dat er een klein beetje bedreiging is. Vintar is misschien iets voor later, als ik echt nog eens een keertje een groot koning ben. Dan kan ik dat eens een keertje proberen. Maar laten we eerst maar eens eventjes Summern proberen. Long, lovely summers. Dus lekkere mooie zomers. Korte en milde winters. En er zijn minder raiders en minder dragons. Ze zijn er dus wel. En ze zijn een bedreiging. Tenminste, dat denk ik. Kies een land. Oh ja, dan moeten we een land kiezen. Ja, maar ik weet helemaal niks over dit soort landen. Is dit een goed land of is dit geen goed land? Ik denk eigenlijk, op basis van wat ik hier zie, denk ik dat dit een prima land is. Ik bedoel, ik zie hier stenen, die gaan we ongetwijfeld nodig hebben. Ik zie bossen, die kunnen we gebruiken om hout te krijgen. Ik zie water, dat verbonden is met een zee. Geen idee of we er wat mee kunnen, maar het is er in ieder geval wel. Ik denk dat wij gewoon meteen maar dit land gaan nemen. Ja toch, waarom niet? Ah, op z'n vlotste hartstikke idee. Name your kingdom. Zullen we het Atla noemen? Dat is eigenlijk wel heel erg simpel. Dat is niet iets toepassen. Ik ga het noemen Atlandor. Waarom? Dan heeft het toch een klein beetje met Atla te maken. Maar het is wel een beetje anders. Kies je banner. Ik wil geen banner met een leeuw. Ik wil ook geen banner met een zwaard. Ik wil natuurlijk een banner met een kip. Uiteraard. Hops, oké. En blijkbaar kunnen we er nog een heleboel vrij spelen. Maar die hebben we allemaal nog niet. Wat is dit trouwens? Een soort van omgekeerde bobbelsteen. Waarom staat er 20 op? Fuck. Nee, in ieder geval. Ik wil deze. Ik wil oranje zijn. Dat lijkt me het meest logische. Atlandor. Unpopulated land. Oeh, yeah, bitches. Oké, en nu? Dan moeten we, denk ik, ergens ons koninkrijk moeten we gaan beginnen. Hoe gaan we dat in godesnaam doen? Volgens mij moest je dat hier doen ergens, bij kasteel. En dan krijg je namelijk de keep. Jouw huis en hof. Dan kunnen we met onze adviseurs, kunnen we daar allemaal leuke dingen gaan chillen. Even kijken. R is draaien. Oké. En dan moeten we met klikken moeten we neerzetten. Wat is een goede plek om een nieuwe keep neer te zetten? Ik denk dat we die gewoon maar eens eventjes hier neer gaan droppen. Ik heb echt werkelijk maar geen idee of het een goede plek is, ja of nee. Maar ik vind het wel een mooi plekje. Hop, zo vlot staat het idee. We hebben meteen een achievement. Your first home. Ah, mijn allereerste hamlet. Mooi, keurig netjes. Dan moeten we ook via de town moeten we wegen aanleggen. Dat weet ik ook nog wel. Zover ben ik ook nog wel gekomen. Hopsakee-dee. En dan moeten we zo snel mogelijk gaan proberen om spulletjes bij elkaar te gaan verzamelen. Want we hebben op dit moment, even kijken, we hebben 35 farm orchards. Dat zijn, god, orchards. Wijngaarden, boomgaarden en bakeries die gaan food produceren. Maar we hebben op dit moment echt 0 hout en 0 stone. Oké. Wat moeten we dan doen? Klik op een tegel met bomen om ze om te hakken of bouw een forester. Ja, ik denk niet dat we een forester kunnen bouwen. Tenminste, dat denk ik niet, want ik denk dat we gewoon geen spulletjes hebben. Ja, hier. We hebben 15 hout en 5 steen nodig. Nou, dan moeten we het dus eventjes zelf doen. Is het goed, jongen. We gaan het zelf wel weer uitlopen zoeken. Hier is een boom. Die moeten ze omhakken. Hopsakee. Bitches, hak alles om. Ik denk dat ze dat kunnen. Want we hebben namelijk 5 workers en er is er eentje die idle is. Er staat op dit moment eentje, die staat gewoon zichzelf een beetje uit zijn neus te vreten. Dat is niet de bedoeling. Werken zal je in mijn kingdom. Dat is wat je zal doen. Ommaken die meuk. Dan kunnen we eens eventjes kijken of we zo meteen een forester kunnen bouwen. Dan kan het in ieder geval wat sneller. Waarom staat hier een uitroepteken? Wat hebben we hier? Oeh, de adviseurs. Klik op een adviseur om hun raad te horen. Nou, laten we beginnen met de adviseur voor agriculture. Dus voor boerenland. Wat heeft hij te melden? Goedendag, sire. We moeten boerderijen hebben om onze werkers te voeren. Oké, we moeten boerderijen hebben. Waar gaan we dat nou in godsnaam weer doen? Food, denk ik. Oh, hier, farm. Dat kost 3. Produceert voedsel afhankelijk van de vruchtbaarheid van de bodem. Oké, food not stored by winter is lost. Oké, dus als we
het niet oogsten voordat het winter wordt, dan gaat het voedsel verloren. Ja, maar het sneeuwt nu al. What the fuck? Het sneeuwt nu al. Ik moet gewoon zorgen dat we echt zo snel mogelijk een soort van farmpje hebben. Nou, vooruit hier. Hops, oké. Farmpje. Zo. Dan moeten we even wachten tot we er eentje bij krijgen. Want ik heb wel... Ik wil er 6 hebben. Anders kan ik niet slapen. Ik wil 6 farmpjes hebben. Kom op, jongens. Bouwen die meuk. Hoppakee. Ik vind het voorlopig wel een hele toffe game. Als jullie deze game vaker willen zien, jongens, smash dan zeker die likes. En jongens, jullie weten het, de afgelopen tijd gaat het geweldig, maar laten we dat lekker hoog houden. Laten we die 2000 likes aanknallen vandaag met z'n allen. Er moet meer hout zijn. Ik wil nog 1 zo'n ding erbij hebben. Ja, wat ga jij nou weer doen? Farm. Er is 1 worker. Oh, die worker die gaat meteen naar die farm. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Je moet niet meteen op die farm. Dat is niet het idee. Je moet meteen... Deze moet ook omgehakt worden. Ik dacht namelijk dat ze meteen automatisch door zouden gaan. Maar dat doen ze dus niet. Als ze eenmaal werk hebben, dan gaan ze ook meteen door. Jullie moeten dit omhakken. Zet je mafkukels. Jij moet die omhakken. Waarom gaan ze hem... Ja, jij. Hup, ga omhakken. I need you. Dan moeten we daarna... Moeten we dus ook een steen zien te vinden. Hoe gaan we dat nou weer doen? Stone quarry... Wat stond er nou? Available. Stone available to quarry. Oké, dus we moeten een quarry hebben. Dit is een quarry. Daar hebben we 15 hout voor nodig. Oh, dus we moeten eerst een quarry. En dan pas een forester. Want voor de forester hebben we ook steen nodig. Dus we moeten eerst een quarry hebben. Nou, vooruit. 15 hout. Dat moet toch te doen zijn, zou je zeggen. Wat kunnen we ondertussen nog meer bouwen? Een brug. Stelt villagers in staat om over rivieren heen te gaan. Nou, lijkt me niet echt nodig. Eventjes in de tussentijd. Wat heeft de City Advisor te melden? Sire, laten we onze populatie laten groeien. Probeer om huizen te bouwen voor de mensen om ze in te laten wonen. Oké, huizen. Hier, een huis. Dat kost 5 huis. Oké, 5 hout. Maar dan ben ik dus weer al mijn hout kwijt. Nou ja, vraag. Ik wil ook wel dat de mensen een huisje hebben. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Jaar 2 zitten we ondertussen. Mijn heer, niemand is beschikbaar om in ons nieuwe bouwding te werken. Oké, Ze moeten wel wat doen natuurlijk. Ze moeten wel werken. Ze kunnen niemand bouwen, want op dit moment is iedereen heel druk bezig met de boerderijen. Dat is niet helemaal de bedoeling, broeder. Niet iedereen moet op de boerderij werken. Jij? Hij wil graag een plek hebben om te wonen. Nou, geen gang. Je mag daarheen. Go en bouw. Hoppakee. Close buildings to free up. Hoe doe ik dat dan weer? Oké, deze is open. Wacht, als ik hem dicht doe. Zo, hoppakee. Ja, gaat hij daar naartoe? Stel dat je maf, Kees. Jij moet daar weg. Zo. Jij moet gaan bouwen. Wat gaat hij doen? Apprentice. Ja, kijk. Oké, dan gaat hij bouwen. Oh, we komen er wel achter. We moeten gewoon het huisje hebben. En ik denk dat we eten zat hebben op dit moment. Denk ik. 50 van 50. Oh, dat is meer dan voldoende. Deze kant dicht. Deze kant dicht. Ik kan ze altijd openen. Als het nodig is, kan ik ze altijd openen. Jullie kunnen ondertussen eventjes wat meer hout gaan halen. Want dat hebben we echt heel hard nodig. Jij houdt. Hoppakee. Zo. Let's sloop alle bomen. Wat heeft ondertussen de derde adviseur te mekkeren? Even kijken, wat heeft hij te roepen? Military. Goeiedag, Sire. Goeiedag. Er werden wat te melden of niet? Nee, we alleen maar hooi zeggen. We hebben nieuwe construction, maar er is niemand die het mogelijk is om het te doen. Oké, niemand kan het bouwen. Nou, oké, daar zijn we ondertussen achter gekomen. We moeten nu eventjes wachten tot we wat hout hebben. En dan gaan we daarna proberen om een quarry te bouwen. En die moet dan zo dicht mogelijk bij de steen zien te komen. Want als we dat hebben, dan kunnen we daar zo snel mogelijk steen vandaan halen. Kunnen we de forester bouwen. Kunnen we automatisch laten verlopen. En dat is natuurlijk altijd heel erg goed. Come on. Hakken die shit. Dat is 2. We hadden er 15 nodig, toch? Ja. Ik ga gewoon deze ook om laten hakken. Zo, hoppakee. Dit is barren land. Dat snap ik. Ik vind het echt heel vervelend dat het omgehakt moet worden. Maar het moet eventjes. Hey, vogel. Fucking vogel, jongen. Kom op. 15. We need it. Sleep die meuk mee. En gooi het in de keep. Maar blijkbaar doen ze daar alles opslaan. A mighty keep. The house royalty. Ja, daar wil ik graag wonen. Industrie. Come on. Schiet het een beetje op met die bomen, jongen. Duurt toch fucking lang. Oké, 15. Dan moeten we een quarry hebben. Dat is de ver weg van onze wegen. Oh, dus we moeten wegen aanleggen. Die kost natuurlijk of weer hout. Of, ja, tuurlijk. Ah, er gaat al mijn hout weer. Nou ja, vooruit. Hops, oké. Bouwen, bitches. Dat snap ik op zich wel. Ze hebben natuurlijk wel wegen nodig, want als ze geen wegen hebben, dan kunnen ze nergens komen. Dat snap ik, dat snap ik. Dat is geen probleem. Don't worry.
Hier 14 eten. Ach, we krijgen eten zat. Mensen worden moddervet in dit land. Wat hebben we hier? De City Council heeft wat te melden. Dat weet ik. Er is niemand beschikbaar. Kunnen die mensen niet gewoon even foekie foekie doen? Dat er een paar meer mensen bij komen? Dat zou op zich wel heel fijn zijn. Industry. Quarry. Moet adjacent zijn to usable stone. Ja, maar dit is toch usable stone? What the fuck is dit nou weer? Usable stone. Dat is toch hier? Of ben ik toch gek? Is dit weer te ver? Oké, dit kan wel. Maar waarom kan hij dan niet gewoon daar bouwen? Dat is toch fucking makkelijker niet? Te ver van onze wegen. We konden dit toch harvesten, of niet? Usable stone. Unusable stone. Oké, deze is wel usable. Nee, ook unusable. Wanneer kunnen we dat weghalen dan? Fucking stenen, jongen. Ik wil die stenen hebben. Kunnen we deze wel gebruiken? Unusable. Iron available. Ik wil deze fucking stenen hebben. Unusable. We hebben meer huizen nodig. Nou, oké, doen we dat wel. Gaan we ertussen even meer huizen bouwen. Misschien dat de mensen dan blij zijn. Jongens, kunnen jullie mij eens eventjes laten weten hoe ik die stenen kan gebruiken? Want dat is op zich wel handig. Zonder stenen kunnen we niks doen. Dit is een ore chart. Oké. Die hebben we niet echt nodig. Makes charcoal. Used for heating, cooking and smithing. Smithing. Ik wil deze gewoon hebben. Waarom is dit zo fucking moeilijk? Ik begrijp er niks van. Kan ik het wel hier doen? Nee. Waarom is deze stone unusable? Deze ook? Alle stenen hier is unusable. Stone available to quarry. Oké, dus die zijn wel beschikbaar. Deze is ook available to quarry. Dus dan moet ik het daar misschien bouwen. Moet ik hem dan niet gewoon hier bovenop zetten? Nee, dat mag niet. Wat is dat voor iets raars? Ik een hele mooie pad aanleggen. Weet je hoe duur dit pad was? Dat was fucking duur, man. Oké, dan weet je wel. Dan ga ik in de tussentijd. Ga ik andere dingen bouwen. Een boerderij hebben we niet nodig. Huis hebben we niet echt nodig. Market. Dan kan ik een charcoal maker kan ik wel neerzetten. Toch? Misschien dat we dat dan nodig hebben. Dan kunnen we houtskool kunnen we maken. Dan kunnen we dingen smelten. Misschien dat we dan betere tools kunnen krijgen. Zodat we de unusable stone kunnen gebruiken. Dat is misschien een idee. Laten we dat gewoon maar eens eventjes uitproberen. Unusable stone. Ik snap er werkelijk geen ene kut van. Dit moet weg. Sloop die meuk. Kunnen we er niet een weg overheen aanleggen of zo? Can only go on cleared lands. Dus we moeten die weg op een of andere manier zien te clearen. Hoe de neuk gaan we dat nou weer doen? Drie mensen hebben ons land bezocht, maar niemand kon een huis. Onze stad is vol. We hebben meer huizen nodig. Oh, meer huizen. Oké, fruit. Meer huizen. We kunnen ook deze hebben, maar die hebben ook weer steen voor nodig. I need hout. En best wel veel ook. Voor trouwens winter. Oké, sloop die boel. En anders... Dan moeten we een pad aanleggen naar deze hoor. Dat kan ook. Dan maken we gewoon een pad door het bos heen. Dan kunnen we dit hout gebruiken om dat pad aan te leggen. Misschien moeten we dan maar het hout van verder weg halen of zo. Misschien is dat een idee. Wat heeft de agriculture te melden? We groeien veel meer eten dan dat we op kunnen slaan. De ratten eten het overschot op. We hebben meer granaries nodig. Oké. Een granary. Waar gaan we die nou weer vandaan halen? Small granary. Hebben we steen voor nodig? Oké, dat is het idee. We gaan hier een pad aanleggen. En dan bouwen we hem hier. Dus we moeten echt een flink pad aanleggen. Dat kost flink veel hout. Waar zijn onze mensen trouwens? Waar zijn al die mannetjes? Jij, vriend, broeder, wat ga je doen? Waar ga jij heen? Charcoal making. Oké, dat is leuk, maar waar zijn je vrienden dan? Jij bent op dit moment aan het doen. Fartrum Billow Pants. Heeft ooit een keer een vee gezien. Kan mij dat dan schelen? Ga bouwen, lul. Gaan we doen. Ga iets hakken. Waar zijn allemaal mannetjes? Zijn die allemaal in huis aan het chillen? Dat is niet de bedoeling. Mensjes, hallo. Waar is iedereen? Oh, daar zijn ze. Kom hier, broer. Ga hakken. Dat is wat jullie moeten doen.
Jullie zijn snappad verdorie in mijn slaven. Jullie zullen en moeten bouwen. Of hakken, in dit geval. Ga het bos in, Akibo, man. Schiet op, maak jezelf eens nuttig. Dan kunnen we dat weer gebruiken om het pad aan te leggen. Ik ben echt heel benieuwd of dat lukt. Als dat lukt, knallen jullie van de like. Want dan hoop ik echt dat jullie me kunnen vertellen waarom ik dit niet gewoon weg kan halen. Unusable stone. Wat heb je nou aan steen als je er niks mee kan? Waarom ligt het dan helemaal vol hier? Zo fucking raar. Nou ja. In ieder geval, waar zijn mijn wegen? Town. Road. Oké. Dan doen we de weg. Doen we... Waar is de town? Road. Doen we gewoon het weggetje zo aanleggen. Can only go on cleared land. Ja, ik heb echt even geen zin om te wachten. Schiet op! Haal die fucking boom weg. We moeten hem natuurlijk wel meteen aansluiten. Het wordt trouwens weer winter. Het leven is goed hier. Ons koninkrijk heeft net 3 nieuwe inwoners. Bam, dank u zeer. 3 nieuwe inwoners. Het is eigenlijk net een beetje zoals met het Vakenhofkanaal. Er komen ook steeds meer mensen bij. Als het groeit, komen er steeds meer mensen bij. Dat is alleen maar goed. Dit spel is eigenlijk net zoals het Vakenhofkanaal. Trouwens, laat ook even weten, in de reacties, ben jij op dit moment al geabonneerd op het Vakenhofkanaal? Zo niet, ga dat zeker even doen. Er staat ergens een abonneerknopje beneden, je weet hoe ze werken. Ga daar eens eventjes op klikken als je dat nog niet gedaan hebt. Krijg je ook automatisch alle nieuwe video's. Moet je wel zorgen dat je eventjes het belletje aanklikt natuurlijk, hè. Als het belletje niet aanklikt, ja, dan heeft YouTube misschien weer zoiets van, nou, we gaan alsnog niet alles opsturen. Dat zou fucking dom zijn. Wat zijn ze met die boom aan het doen? Hak die boom gewoon om. Goed zo. Oké, laatste boompje. Dan kunnen we daar in ieder geval het paadje doortrekken. Dan kan dat pad helemaal die kant op. Dat zou mooi zijn. Schiet op. Duurt lang. Er zijn ondertussen weer 2 nieuwe mensen bijgekomen. Man, we hebben schietlek. Ah, gadverdamme, gaat het toch regenen ook. Oké, jij daar, jij daar, jij daar, jij daar, jij daar, jij daar. Moet alleen deze nog eventjes weg. Dus even kijken. Deze moet omgehakt worden. Dat is heel erg vruchtbaar. Dan kan ik eventueel dit pad daar, zo kan ik dan dat ding aansluiten. Wat heb je dan weer te mekkeren? City Council. De boeren denken dat je een excellente heerser bent. Dankjewel, boeren. Ik hoop dat jullie ook vinden dat ik een excellente heerser ben. Ik heb alleen geen idee hoe ik steen moet halen, maar ik doe mijn best. Als jij mij ook een excellente heerser vindt, knal even een like op deze video. Als je dat nog niet gedaan hebt tenminste. Oké, dan gaan de bomen. Bompjes gaan de ram. Schiet eens op. Ik heb er meer te doen vandaag. Ik ben een heerser. Ik heb belangrijke dingen te doen. Ik hoop echt dat dit goed gaat komen, jongens. We gaan trouwens eventjes wat meer van die bomen opbakken. Want we hebben natuurlijk zometeen ook wel hout nodig om die quarry te bouwen. Als we geen quarry kunnen bouwen, omdat we al het hout gebruikt hebben voor die wegen. Ja, zitten we alsof in de pinari zitten we dan. Daar, daar. En dan moet die daar kunnen. Als we hem uiteindelijk eenmaal hebben. Dat is een behoorlijk weggetje trouwens. Behoorlijk end. 2 mensen hebben het dorp bezocht, maar slechts 1 vond een leuk huisje en besluit om hier te gaan dienen. Oké. 1 besluit om mij te gaan dienen. Ik hou van dat soort mensen. Deze gaan we eventjes openen. Want we hebben natuurlijk nu meer mensen, dus moeten we ook meer eten hebben. De City Council heeft je wat te melden. De boeren zijn heel erg blij. Dat betekent dat we belasting van ze kunnen krijgen met een treasure room. Zodat we de royal coffers kunnen laten groeien. Oké, is goed man. Goeie zaken. Oké, quarry. Ja, hier kan hij. Oké, we hebben een quarry. In ieder geval iets, wat erop lijkt. Misschien hebben we dit later op kunnen blazen, hoor. Laten we iets van dynamiet uitvinden of zo. Dat we dat dan op die manier kunnen doen. I don't know, het is in ieder geval winter op dit moment. Ik heb liever dat het zomer is. Dan is alles mooi groen. Ik hou van de mooie dingen die mooi groen zijn. Dat vind ik altijd fijn. Zullen we nog een hovel bouwen? Zo, hapseke. Extra huisje. Is goed voor de mensen. 5 extra mensen. Dan kunnen we tenminste wat gaan groeien. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Uiteindelijk willen we gaan groeien. Willen we steeds meer krijgen. Hoe gaat het met het eten? Het eten gaat op zich ook wel redelijk. 15 bedden. Een happiness en 8,5. Dat is best wel heel erg netjes. Food output. Ik ga deze ook maar open doen. Als er daar mensen zijn die komen wonen in deze stad, dan kunnen ze ook meteen wat doen. Kunnen ze zichzelf nuttig maken. Hoe gaat het ondertussen met de quarry? Die is bijna klaar. We hebben nog 6 hout nodig. Dan komt dat helemaal goed. 4 van de 5 bouwers.
5 hout. Oké, dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat werken. Want dan kunnen we dat weer gebruiken voor een forester. Hakt en plant bomen opnieuw terug. Dat is positief. Dan kunnen we die misschien hier neerzetten. Dan kan die forester kan dit bos omhakken. Maar ik wil niet ook al het bos slopen, want dat ziet er niet uit. Ik wil het wel een beetje netjes houden. Het moet wel mooi zijn. Finishing up. Hapsevlot, Satsuki Day. Produceert steen. Nice. 9 steen per jaar. Dat is niet heel veel, maar het is in ieder geval iets. We moeten ondertussen het nog eventjes zelf handmatig de bomen omhakken. Zo. En dan moeten we zeker ook die forester langs een pad neerzetten, hè? Laat ik dat maar gewoon meteen doen. Hapsakee. Dan kunnen we hier de forester neerzetten. In het hoekje. Maar wat hadden we daarvoor nodig? Even kijken hoor. Hadden we nodig 15 hout en 5 steen. Wat heeft de agriculture ondertussen te mekkeren? Sierp, onze voedselwinkels beginnen een beetje leeg te raken. Misschien dat we meer farms kunnen hebben. Oké, dat kan. Nou, ik heb ze al. Hier, hapsakee. Alsjeblieft. Alle farms zijn weer open. Ja, dat klopt ook inderdaad wel. Kijk, dan hebben we meteen weer wat eten erbij. Nice. Groeien met die meuk. 2 steen. De city council. Je koninkrijk is happy and content. Ik vind dat fijn. Als mensen het leuk hebben in mijn stadje, dan ben ik daar heel blij mee. Dan moeten we dus een treasury moeten we hebben. Waar gaan we dat nou weer in godsnaam doen? Castle, kunnen we dat hier doen? Barracks? Nee. Waar zit dat? Waar zit dat dan? Granary, market, baker? Ik zie geen treasure ding hoor. Zit het hierin misschien? Ik heb echt geen idee. Ik zie geen treasure kamer. Oh hier, treasure room. Ik zit er een keer niet op te letten niet. Oké, nou dan hebben we dat. Waarom heb jij een paars ding boven je hoofd? Jongens, waarom heeft hij een paars ding boven zijn hoofd? Is hij een evil motherfucker van een ander kingdom of wat is het? Ik snap er geen reet van. Oh. Die muis is omgedraaid. Dat moet ik nog even proberen te fixen. Inzoomen is uitzoomen en uitzoomen is inzoomen. Dat is een beetje onhandig. Maar dat kan ik waarschijnlijk wel fixen. Ik moet nog 1 steen. Dan kunnen we een quarry kunnen we bouwen. Schiet eens op, jongen. Hak eens even wat meer steen. Dat zou heel erg fijn zijn. Oké, dat was hem. Dank u. Oké, forester. Kunnen we hier... We kunnen ook hier in het bos neerzetten. Dat is nog wel veel beter. Hapsakee. Als we hem hier in het bos neerzetten, dan hebben we dat pad helemaal niet nodig. Dan kan hij, dat bos kan hij elke keer opnieuw gaan lopen planten. Dat is super slim. Hapsakee. Bam. Aan de bak. Lekker bouwen jullie. Dan ga ik eens eventjes kijken hoe het met mijn town verder gaat. Dan is dat denk ik de volgende die we moeten gaan proberen te bouwen. Dan kunnen we de boeren belasting laten betalen. Dat is altijd leuk. Dat doen ze bij ons ook in Nederland. Wat heb jij dat te melken, hè? Agriculture. Onze voedseldingen zijn weer laag. Oh, moeten we echt serieus meer boeren hebben? Nou ja, prima. Meer food. Oh, dan hebben we geen hout. Beter bouwen ze die forester een beetje snel. Dan kunnen we ook een lekkere stroom van hout hebben. Want op zich hebben we nu wel de basis. We hebben steen. We hebben hout. Dan is het nu gewoon een kwestie van die boer verzamelen. Eten komt vanzelf ook al binnen, maar zo te zien is het eten allemaal op. De boeren gaan dood. Oh my god. Ik denk dat we dat dan de volgende keer moeten gaan doen, jongens. Dan moeten we de volgende keer echt gaan proberen om zo snel mogelijk voedsel voor de mensen te fixen. Want op dit moment kunnen ze wel bouwen, maar als ze niks hebben om te eten, dan gaan ze binnenkort dood en dan hebben we helemaal niks meer. Dus we moeten ASAP moeten we farms zien te bouwen. Dit ding moet zo snel mogelijk af. Daarna als de zandsodemieter al het hout dat we nog over hebben, ga dit als de snelle makkelijk omhakken. Hoppakee. Al het hout wat we gaan gebruiken. Oh, er komt wel iets van het eten binnen. Niet heel veel, maar er komt wel iets. Oké, we hebben in ieder geval iets te eten. Dat is goed. Dus we gaan niet meteen dood. Dat scheelt. Ik denk, we gaan allemaal hartstikke dood, jongen. Maar dat is wel, we gaan wel vaak dood op dit kanaal, hè. Een paar dagen geleden hadden we al de plague. Gisteren ging het hondje dood. Dode hondjes blaffen niet. En dan gaan we hier weer dood. Waarom gaat iedereen altijd dood op mijn kanaal? Dat is niet de bedoeling. We moeten gewoon proberen om te overleven. Dragon sighted! Oh my fucking god. Jongens, knal die like. Er komt een dragon komt eraan. Ik ga de volgende keer proberen om die tegen te houden. Smash die like. Abonneer op het Vakenhoef kanaal. En hopelijk sloopt hij de boel niet. Mazzel!